Ja, yo mensen, welkom bij een nieuwe video van Geweest. Ik heb een speciale announcement. Waarschijnlijk heeft iedereen het al in de titel gezien. Maar alsnog. Ik heb 250 abonnees. Wat ik heel bizar vind. Trouwens, waarom ik een zaklamp heb? Nou kijk, als ik hem weg doe, zie je niks. Dus daarom heb ik een zaklamp erbij gepakt. En ik kan niet echt heel veel licht hier krijgen. Nou, ik heb een super vette announcement. Ik heb namelijk de 250 abonnees gehaald. Heel erg bedankt daarvoor. Ik zie het net. Maar daarvoor kan ik... Dat is het moment dat ik een announcement kan doen van iets totaal nieuws. En je zou vast zeggen, waarom zit je zo laag? Het is nu echt het moment. De mensen die me ook op Instagram volgen kennen, weten het al. Maar ik heb merch. Eindelijk jongens. Dit is alleen nog maar voor mezelf. Ik heb nog geen webshop, maar ik ga waarschijnlijk een giveaway doen. En degene die het die dan uiteindelijk wint, die dan ga ik een. Nou, in ieder geval, je moet me volgen op Instagram. En dan ga ik een van mijn volgers random. Ga ik. Ik ga in een laat maar. Ik weet nog niet hoe ik de giveaway ga doen, maar waarschijnlijk komt er een giveaway. En dan ga ik diegene dus een DM op Instagram sturen en dan haar adres en wat dan ook. En dan kunnen we het opsturen. Nou, in ieder geval, we hebben dus merch. Er komt waarschijnlijk ook nog een webshop aan. Maar dit is alleen nog maar voor mezelf. Dus het is officieel geen merch. Maar ik vind het zo verschrikkelijk vet. Het is echt waar nu. Trouwens, groen is mijn lievelingskleur. Je ziet het niet goed. Hopelijk nu wel. Dit is goed. Gele beest. Ik vind het zelf super vet en mijn lievelingskleur is groen, dus daarom heb ik ook deze kleurkeuze gemaakt. En ik ben er zo blij mee. En ook een special announcement. Ik krijg een nieuwe kamer. Ja, dat heb ik aan nog niemand verteld. Ik krijg een nieuwe kamer. En wat kan je, en daar komt waarschijnlijk ook een soort studio. Wat jullie kunnen verwachten. Video's van het spel dat ik nu al een tijdje speel. Roblox. Ik weet niet of jullie het leuk gaan vinden en ik krijg een studio. Over waarschijnlijk pas volgend jaar ga ik die studio krijgen, maar ik krijg dus een nieuwe kamer met studium en met alles. Dus ik ben ook aan het sparen voor een webcam. Dus er komen zoveel nieuwe dingen. En dat willen jullie niet missen. Geloof me kijkers, dat wil ik niet missen. Dus als jullie het vet vinden, door YouTube content, doordat iedereen die onder de 13 is, dan kan je geen reacties meer plaatsen. Dus iedereen die wat wil met me wil doen, volg me op Instagram. Ja, oké. Nee, in ieder geval. De giveaway ga ik later nog bekendmaken en hoe we dat gaan doen. En ik ben nu nog aan het nadenken. En dit is dus even heel wat nieuwtjes. En ik hoop dat jullie het vet vonden. Nogmaals heel erg bedankt voor de 250 abonnees. Het is misschien een beetje weinig, maar dat komt doordat ik. Hoe heet het nou? Ik ben er gewoon zo blij mee. Omdat ik nu al. Drie keer op dagelijks AD gekomen. Maar opeens. Ik weet niet. Kijkers, laat me weten op Instagram. Stuur iets als jullie deze video hebben gezien. Hoe kan het? Want de laatste tijd. Ik keek vrijdag op mijn kanaal. En ik weet niet hoe het kwam. Maar kijk. Ik ben uiteindelijk op YouTube Studio geweest. Daar kan je al je statistieken zien.
Het grafiek loopt zo. Bam, bam. Echt keihoog gaat het. En op die dag, 17 december. Wacht, nee. Wat zeg ik? Volgens mij is... Nee. November, weet ik niet. Maar in ieder geval ergens, boem, schoot het omhoog. Dus laat me weten of jullie een video hebben gezien. Want ik krijg nu alleen maar meer abonnees en ik weet niet hoe het kan. Maar opeens, boem, 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 vliegen de abonnees naar boven. Dus kijkers, laat alsjeblieft weten als ik weer op een bekende YouTuber ben gekomen. Ik ben al eens op dagen 2 gekomen, koeken met te zien. Toen ben ik nog met poestijger en iedereen dacht dat het over Link ging. Maar het gaat over fucking poestijger. Daar is het. Milan, als je deze video. Milan of Link, als jullie deze video zien. Het was gewoon een poestijger, een vriend. En die had er vroeger om, want ik ken heel veel mensen. En ik wou ook dat ik een district over hem ging maken. Maar in ieder geval, zeg het als ik ergens op ben gekomen. En dan is dit een special announcement geweest. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Doe al een blauwtje omhoog. Abonneer op mijn kanaal hier beneden als je het nog niet hebt gedaan. En dan zeg ik. Godsamme. Doei.